Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken hoe je esters kunt maken en hoe je een ester kunt afbreken. Dat afbreken dat noemen we hydrolyse. Uh, voordat je deze les kijkt, moet je eerst iets weten over carbonzuren en alcoholen. Die hebben we in eerdere lessen al bekeken, dus bekijk dat eerst als je niet meer weet hoe dat in elkaar zit. Nou, esters dat zijn stoffen die meestal lekker ruiken, en ze komen dan ook voor in fruit en in bloemen. Uh, en soms maken we ze ook zelf, dat noemen we dan synthetische esters, die worden bijvoorbeeld gebruikt voor parfums of als geurstoffen of smaakstoffen. En uh, zo'n ester wordt dus gemaakt uit uh, twee type stoffen. Ik heb ze net al even genoemd, dat nou, zijn een carbonzuur. En hier zien we een carbonzuur. Even kijken, hoe staat de naam ook alweer? Twee koolstofatomen, dus eet. Er zit geen dubbele binding tussen die koolstofatomen, dus ethaan. En we zien hier een zure groep, dus dit is ethaanzuur. Dat laten we reageren met een alcohol. Een alcohol is een stof met een OH-groep. We zien hier twee koolstofatomen, dus eet. Er zitten geen dubbele bindingen in, dus ethaan. En er zit een OH-groep aan, dus dat wordt dan ethanol. Nou, als je die twee stoffen met elkaar laat reageren, dan uh, gebeurt het volgende. Je ziet hier al even dat ik een paar atomen een kleurtje heb gegeven en een OH van het zure deel gaat Reageren met de H van het alcohol. En als je een O met twee H'tjes samenneemt, ja, dan krijg je water. En dus dit uh, is een reactie waarbij water wordt afgesplitst. En uh, die reactie is omkeerbaar, vandaar dat je hier ook een pijl terug ziet. Zeker voor VWO-leerlingen is dat even belangrijk. En uh, ja, dan krijgen we dus een ester. En dit is dus de ester van ethaanzuur. en ethanol. VWO-leerlingen die moeten ook de systematische naam van zo'n stof leren kennen, dat komt in een volgend hoofdstuk wel een keertje uh, of in een andere les, maar deze stof, ik zal hem vast hier benoemen, is ethyl -ethanoate. Nou, Zo'n reactie waarbij water wordt afgesplitst, wat je hier dus ziet, dat noemen we een Condensatiereactie. Condensatiereactie is een reactie waarbij water wordt afgesplitst. En in dit geval krijgen we dan deze karakteristieke groep: dat is de karakteristieke groep van een ester. Dus dat moet je kunnen herkennen. Dus de reactie naar rechts hier heet een condensatiereactie. En iets preciezer, dit is dus een verestering. Een verestering is een voorbeeld van, er zijn meer condensatiereacties. Een verestering is daar een voorbeeld van. Nou, wat er nu in beeld staat, dat moet denk ik even in je schrift. Er komen een heleboel nieuwe woorden voorbij. Dus zet hem even op pauze en neem dit even over in je schrift. Dan gaan we zo verder. Oké, okay, uh, we gaan even naar een paar voorbeelden kijken. Hier zien we de, uh, uh, het voorbeeld wat we net al hadden. Dat is de ester van etaanzuur. Even opnieuw. Ethaanzuur en ethanol. En hoe herken je nou welke kant afkomstig is van het carbonzuur? Want hier zit dus de splitsing van die twee stoffen. Nou, de kant waar die C-dubbelgebonden O zit, die geeft je aan welke kant afkomstig is van het zure deel. En dat heeft hier twee koolstofatomen, dus vandaar ethaanzuur. Maar je kunt een structuurformule ook achterstevoren tekenen. Hè. Dus als we naar deze kijken, dan zien we hier de ester van, nou even kijken, hier zitten zuren, dit is afkomstig van het zuur, met drie koolstofatomen, zonder um, dubbele binding erin, dus prop, propaan, en het was een zuur. En het alcohol wat hier gebruikt is hetzelfde als net, dat is ethanol. Dus, dit is de ester van ethanol en propaanzuur. Kijken we nog even naar dit laatste voorbeeld. Ook hier is het rechterdeel afkomstig van het carbonzuur. Dat carbonzuur heeft drie koolstofatomen. Dus dat wordt prop. Zonder dubbele bindingen propaan. Dus propaanzuur. Maar er zit nog een zijgroep aan hier. Een methylgroep op de tweede plaats. Dus, dit is 2-methylpropaanzuur geweest wat nu in deze ester zit. En eh, het alcohol wat hier gebruikt is, ja, dat bestaat uit drie koolstofatomen. Dus dat is propaan-ol. Maar let op, die OH-groep had ook op de tweede plek kunnen zitten. Dus dit was propaan-1-ol. Dus zo kun je herkennen welke, welk zuur en welk alcohol er gebruikt is om dit te maken. Dit moet je kunnen. Dus dat je een ester ziet, een structuurformule, en dat je zelf kunt beredeneren welk carbonzuur en welk alcohol zijn daarvoor gebruikt. Oké, okay, je zag net in het begin al even, had ik het over dat je een ester ook kunt afbreken. Nou, en we hebben net ook gezien dat die reactie, die verestering, dat dat een omkeerbare reactie was. Dus als je hier weer water gebruikt, dan gaat de reactie de andere kant op. Dan gaan die uh, moleculen, die watermoleculen, die brengen zich hier weer tussen. Dan wordt er weer een carbonzuur gevormd en weer een alcohol. In dit geval hebben we dus het eerste voorbeeld weer genomen, dus de ester van ethanzuur en ethanol en dat wordt weer afgebroken in ethanzuur en ethanol. En dat afbreken met water, daar hebben we een speciale naam voor. Dat noemen we hydro van water en lyse van splitsen. Dus hydrolyse is dat je een molecuul splitst, afbreekt met behulp van water. Ik denk dat je ook dit in je schrift moet schrijven, want hydrolyse komen we in de scheikunde best vaak tegen. Dus condensatie, hydrolyse, dat hoort bij elkaar. Oké, okay, tot zover deze les over esters. Uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Wil je nou oefenen, kijk op chemia.nl, daar vind je oefenmateriaal dat hierover gaat. Uh, dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.